Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de voorzitter van de Paddyboerenassociatie aanklagen. Minister Prelaat Seudin zei gisteren aan journalisten dat voorzitter Harinenden Umrouw de rijstsector schaadt door onverantwoorde uitspraken te doen over de veiligheid van Surinaamse rijst. Plant hij zelf ook rijst? Hoe weet hij dat? Heeft hij testen overlegd? Dat zijn mijn vragen waarmee wij ook zitten. Toen ik het hoorde, was ik zelf een beetje kwaad. Die man is zelfs in het bestuur gezeten van Adron, waar onderzoek wordt gedaan. Dat die met rapporten komen. No? Dat we niet gelukkig ons, de overigen die serieus bezig zijn, in gevaar brengen. Maar die zijn gedurfde uitspraken. En ik kan je garanderen, we gaan vandaag een aanklacht die we hem indienen. Laat die komen bewijzen. Dit kan zo niet dat ieder kan zomaar iets in de ruimte brengen van dit gebeurt en dat gebeurt. Je brengt het land in gevaar. Je brengt de hele sector in gevaar. Ik bedoel, dit is een te serieus ding. En hij hoort het beter te weten omdat hij al 80 jaar de voorzitter is van een eenmansorganisatie. En waarmee hij kabaal denkt te maken. Harinenden wil inhoudelijk niet ingaan op de zaak, maar stelt dat Umrouw met zijn uitspraken invloed wil uitoefenen op het beleid van de regering. Hij heeft heel wat onverantwoorde uitspraken gedaan, maar er komt een aanklacht tegen. We hebben een keuringsdienst. Dat elk partij dat wordt geïnspecteerd, die gekeurd wordt. Dus ik heb begrepen dat de rijstexporteurs nu ook van zich zullen laten horen. En ik heb ze geadviseerd. Haal dan de technische dienst erbij, de keuringsdienst. En laat die ook aangeven, laat die ook vertellen van hoe die keuringen plaatsvinden, waarop rijst worden gekeurd. En die diensten staan onder begeleiding van die buitenlandse instanties, die hun ook auditen jaarlijks. Dus die weten precies wat ze moeten doen. Aldus minister Seudin. De minister geeft wel toe dat er wat problemen zijn met de toevoer van water voor de rijstvelden. Hij benadrukt dat binnen een week wel een oplossing gevonden moet worden voor de boeren.